Hallo, ik wacht even tot er meer volgers zijn. Ik ga laten zien wat er in het zesde vakje van de adventkalender zit. Hoi. Nou, ik zie dat er meer mensen beginnen te kijken. Ik laat nu even zien wat er in het zesde vakje zit van de adventkalender. In het negende vakje. In het negende vakje zitten standjes. Een stand van een kerstmuts, deze. En dit is het randje en de pompoen van de kerstmuts. Die muts, die standje uit het rode karton. Ik heb hem hier al voorbereid. En dat randje met dat pompoentje, dat standje uit wit karton. En dit mutsje vond ik leuk om op het rendier te zetten. Dus ik heb het rendier nog een keertje uitgestampt, net zoals ik dat bij vakje 5 gedaan heb, uit een kartonnetje van 8 bij 8 centimeter. En er komt ook weer een papiertje achter van het groene stippeltjespapier van 8,5 bij 8,5. Daar komt hij straks bovenop. En ik ga dat mutsje dus op dat rendier zetten. Kijk zo. Maar dan vond ik het een beetje gek als dat gewei er bovenuit steekt. Dus dat gewei knip ik eraf. Kijk, dat knip je er zo vanaf. Dan heeft hij alleen nog twee oren. Nou, die ene valt achter dat mutsje weg en die andere die komt tevoorschijn. Ik ga eerst even deze band hierop plakken. Die plak ik gewoon plat vast, dus ik gebruik daar een stukje dubbelzijdig plakband voor. Zo. En die doe ik hier zo op de muts. En dan komt die hier op. Ik zal deze eerst even op het groene papiertje plakken. Deze is dus 8 bij 8 centimeter, deze 8,5 bij 8,5. De oogjes had ik al voordat ik live ging gedaan, want het is zo'n priegelwerk. Maar dat ging precies hetzelfde zoals ik dat liet zien in het filmpje van de vijfde dag. Zo. Het snuitje van het rendier, dat heb ik met foam vastgeplakt. En hij krijgt uiteindelijk nog een rode neus, maar dat komt in een later vakje voorbij. Donderdag zit er iets in de adventkalender wat ik voor het neusje ga gebruiken. Deze plak ik ook vast, plat vast. Ook weer even met een stukje dubbelzijdig plakband. Zo een beetje. En het witte pompoentje, dat doe ik met een stukje foam tape, zodat hij iets naar voren komt. Zo. En dan ga ik nog een randje erlangs tekenen. Langs dit randje doe ik nog even streepjes. En dit is dus de muts van vakje 9. Vandaag heb je misschien al wel vakje 10 opengemaakt. Maar om het nog even een verrassing te houden, ga ik vanavond of morgen ga ik live met vakje 10. En ik
ben dus vrijdagavond weer live. Want vrijdag zit er het laatste in wat met kerst te maken heeft. Daarna wordt het lente. Dus dan maken we vrijdag alle kerstkaarten af. Zo. Zo is hij geworden. En dit was hem voor nu. Tot de volgende keer. Doeg!